En Ahmed, aan jou het woord. Lieve partijgenoten, mag ik om te beginnen mijn zeer gewaardeerde collega, tot voor kort burgemeester van Vlaardingen, een warm applaus geven voor zijn lange zit achter die tafel. Partijdemocratie is mooi, maar je hebt wel mensen nodig die hier lang kunnen zitten. Het is voor mij een geweldige eer om hier te mogen spreken vandaag. En oprecht. Ik wil graag deze gelegenheid gebruiken om een aantal gedachten met jullie te delen. Stilstaan bij zaken die ik zelf mooi vind, die mij blij maken. Maar ook stilstaan bij zaken waar ik zorgen over heb. En ik wil heel graag beginnen met een wel heel erg persoonlijke noot. Neem me niet kwalijk. In mei van het vorig jaar had ik in mijn geboortestreek in Marokko een emotionele ontmoeting met de man die mij geleerd heeft voor het eerst in mijn leven een kroontjespen vast te houden. Mij leerde te schrijven, te lezen en te rekenen. Mijn allereerste onderwijzer heeft inmiddels een respectabele leeftijd bereikt, maar is nog steeds scherp en helder genoeg om zich nog alles te kunnen herinneren. De man die mij zicht gaf op de wereld. De man die eigenlijk van wie je zou kunnen zeggen die mij leerde kijken naar de wereld. En dankbaar viel ik in zijn armen en ik kon mijn ogen niet droog houden. Een indrukwekkend moment om nooit te vergeten. Was overigens aan marge van een filmfestival in een stadje zonder filmzaal. Dat terzijde. 2016 was voor mij ook om een andere reden een persoonlijke bijzonder jaar. Op 17 oktober was ik namelijk precies 40 jaar in Nederland. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen 40 jaar gelukszoeker. Een mijlpaal in mijn leven. En hoewel ik regelmatig op mijn verjaardag een berichtje kreeg van Hans Spekman, op die dag heb ik hem gemist. Zijn systeem voorzag daar niet in. Ik moest toen denken aan de directeur van mijn eerste school in Nederland. Ik heb veel mensen in mijn leven ontmoet en ik ben slecht in het onthouden van namen. Maar deze naam blijft mij de rest van mijn leven achtervolgen. De heer Van der Wiel van de protestantse lagere technische school Laakkade in Den Haag. Zijn er nog Hagenhuizen hier? Jawel, toch? Hij bestaat niet meer, die school. Een eminente grijze man die zich liefdevol over mij ontfermde. Ik moest denken aan de oudere vrijwilligers in het dienstencentrum De Spiel aan de Noordpolderkade in dezelfde stad. Lieve oude mensen die hun kostbare tijd gebruikten om mij de beginselen van de Nederlandse taal bij te brengen. U kent het wel. Je hebt geen gevoel bij, ik zit op school. Ik ga met vakantie, daar gaat vakantie, ik ga mee. Dat soort kneepjes. Ik moest wel een kwartje meenemen voor mijn koffie, dat wel. Maar voor de rest deden ze alles gratis. Ik moest ook denken aan de Nederlandse staat, en oprecht, dat is geen grap. Ik had toen als 16-jarige gelukszoeker, zou ik maar zeggen, geen cent belasting betaald. Want net aangekomen, maar ik mocht vanaf mijn aankomst van alle voorzieningen gebruik maken. En de staat nam de kosten van mijn onderwijs voor eigen rekening. Ik heb dat later uitgerekend. Het moest gaan om een investering van, naar schat ik, ongeveer 120.000 gulden. 12 jaar onderwijs, horizon van 10.000 gulden per jaar. Ik moest denken aan Hedy Dancona en Hans Simons. Bewindslieden op het toenmalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ik heb hen 4 jaar mogen dienen als voorlichter.
Voor mij zijn ze monumenten van sociaaldemocraten die waarschijnlijk zonder dat ze het zelf weten mij een politieke opleiding hebben gegeven in de beste traditie van een mooie club. Het waren overigens ook de eerste jaren dat ik Khadija Arib ontmoette. Dat was dan als Amsterdamse in Rotterdam. En ik weet ook waar, het was op de markt. Ze kocht prei. Ik dacht, die is geïntegreerd. Na 40 jaar ben ik heel wat van dit land gaan houden. Het land en de mensen die mij ontzettend gemaakt hebben tot wat ik nu ben geworden. Voor u staat oprecht een dankbaar mens, die zich niet langer vreemdeling voelt, maar mede-eigenaar van een geweldig land. Ja, ik koester zeker ook mijn basisschoolmeester, die voor mij de bodem onder mijn leven gaf. Maar de ruimte en de gastvrijheid die ik hier heb mogen krijgen, is eindeloos bepalend geweest voor wat ik nu ben. Het land dat stoelt op idealen van gelijkheid, zoals verwoord in artikel 1 van de grondwet. Het land van vrijheid, van hard werken, maar ook van eerlijk delen. Ook het land van Hedy Dancona en Khadija Arib. Nederland, ons land, mijn land. Aan dit land wil ik zo ontzettend veel teruggeven. Want dankbaarheid uitgedrukt in woorden alleen is niet genoeg. Op zijn Rotterdams de mouwen opstropen en in mijn eigen gemeente samen met mensen binnen het college, binnen de gemeenteraad, jawel, met 625.000 Rotterdammers en die stad groeit, zoals u kunt lezen in de kranten, wil ik graag door blijven bouwen aan een geweldige mooie stad. En door aan die stad te bouwen, mede ook aan Nederland te bouwen, want een Nederland zonder Rotterdam is eigenlijk onbestaanbaar, toch? Partijgenoten, 2016 was ook het in het Midden-Oosten wederom het middelpunt van vele gewapende conflicten. Het gevolg, veel menselijk leed. Vluchtelingenstroom die in Europa veel beweging brachten. Aanslagen bij onze buren, maar ook verder weg. En daarmee samenhangende angst voor de eigen veiligheid hier. Gebeurtenissen die ook in ons land tot heel veel discussie hebben geleid, maar ook heel veel aanleiding hebben gegeven tot debat. Vragen als, is onze veiligheid wel voldoende gewaarborgd? Is onze vrijheid voldoende beschermd? Staan onze waarden nog steeds overeind? En hoe gaan we om met de islam en de moslims? Allemaal actuele thema's waar oude antwoorden niet meer volstaan. Niemand kan zeggen dat hij ook alle antwoorden over deze netelige kwesties weet te formuleren. Wiskundigen weten dat je met veel variabelen in één vergelijking een vergelijking niet kunt oplossen. Het is een zoektocht. En onze partij, ikzelf, zullen ons moeten blijven inzetten samen met anderen om die zoektocht tot een goed einde te brengen. Veel mensen in ons land maken zich zorgen. Ze zijn bang dat het vertrouwen verdwijnt en dat is heel begrijpelijk. Die gevoelens mogen we niet bagatelliseren. En mensen die op een scherpe toon hun mening uiten, mogen we niet wegzetten als racisten. In veel gevallen behoren ze ook bij de verliezers van de zo gekoesterde globalisering of de Europese economische samenwerking. Hun zorgen serieus nemen en samen met hen zoeken naar antwoorden, dat is de weg die we moeten inslaan. Macro-antwoorden volstaan niet. Het aantal zware misdrijven in Rotterdam daalt, maar is voor mij geen antwoord op degene die vanochtend wordt beroofd. Macro-antwoorden zijn geen antwoorden op de micro-werkelijkheid van onze bewoners in onze wijken. In mijn dagelijkse contacten in de wijken valt mij op dat mensen niet alleen klagen over de overheid, maar ook bereid zijn zelf ideeën aan te dragen om hun eigen situatie te verbeteren. Ideeën over groene energie, voedselproductie, recycling, krachtige burgers
die zelf het initiatief nemen om hun eigen omgeving te verbeteren. Zo hebben we in Rotterdam recent besloten in Invest een groep bewoners die zelf het initiatief nam tot het verbeteren van de eigen wijk een budget toe te kennen van maar liefst 10 miljoen euro. Ze mogen het zelf uitgeven. Geen kattenpis. Geloven in de kracht van je eigen mensen. Een bijzonder experiment waar ik zelf veel geloof aan heb. Bij dit soort initiatieven hoort wel een andere overheid. Niet een grote overheid, niet een kleine overheid, maar een sterke overheid die initiatieven van burgers weet te waarderen en naast, voor, achter de bewoners staat om uiteindelijk idealen te realiseren. De sterke overheid is ook nodig om tegenover de grote bedrijven te staan, om uiteindelijk vorm te geven aan een goede economische verhoudingen in onze steden en in ons land. De werkloosheid daalt gelukkig, maar in de steden stabiliseert het zich nog op een te hoog niveau. De economie herstelt zich voorzichtig en de lonen stijgen weer. Dat is allemaal goed. Maar er staan nog te veel mensen aan de kant die de trampoline naar betaalde baan nog niet hebben gevonden. Aan de slag gaan met energietransitie, het isoleren van woningen, hergebruik van restwarmte, zoals in de Rotterdamse haven, het stimuleren van de maakindustrie via 3D-printen en de aanleg van de 5G. Partijgenoten, wij hebben in Rotterdam uitgerekend dat dat alleen al bij ons in de regio 10.000 banen kan opleveren. Dus kom op de komende jaren, geen nieuwe werkgelegenheidsplannen maken, uitvoeren wat er in de regio's is bedacht. Partijgenoten, ik ben een optimistisch mens. Want als je niet optimistisch bent op mijn stoel, dan kun je beter maar opkrassen. Ik ben optimistisch en bij mij is het glas altijd half vol. Maar ik ben ook bezorgd. Optimistisch omdat ik geloof in het goede in de mens. Geloof in de samenwerking met anderen. Nederland is de 16e economie ter wereld omdat we onze zaakjes doorgaans op orde hebben en bereid zijn hard te werken. Optimistisch omdat we bereid zijn het delen met anderen te zien als de beste manier om welvaart te doen groeien. Lees Tim Bergen op na. Delen is de beste vermenigvuldigingsfactor. En de boeren onder u weten dat een poot aardappel gedeeld door twee met vele ogen meer oogst opbrengt dan één aardappel in de grond met dezelfde aantallen ogen. Kunt u mij nog volgen? Er staat hier ook een zoon van een boer voor u. Bezorgd ben ik over de polarisatie in ons land en het gevoel van onbehagen dat zich van velen meester heeft gemaakt. Die gevoelens bespreekbaar maken is nodig om verbindingen tussen mensen te leggen. Want welzijn heeft te maken met geborgenheid, gehoord worden, maar ook met eigenaarschap. Ik herinner mij een moeilijke discussie in de stad met een aantal inwoners over een moeilijke kwestie. Ik kreeg heel veel stront over me heen. En aan het einde van de avond kwam een van de bewoners naar me toe en die zei: burgemeester, u bent een klootzak, maar wel een goeie. Had het gevoel dat dit met mij oneens was en dat dit met mij nooit eens zal worden. Maar had wel het gevoel dat hij serieus werd genomen en dat zijn opinie was overgekomen. Het is precies dat het daarover gaat. Ik spreek regelmatig in Rotterdam over de wij-samenleving. Een samenleving waar in principe voor iedereen plaats is. Uitgesloten van de wij-samenleving zijn alleen zij die zichzelf, en ik heb het in mijn speech opgeschreven met hoofdletters, die zichzelf hebben uitgesloten. En bewust de keuze hebben gemaakt de samenleving schade te berokkenen. Naar een ver land gaan, om een automatisch wapen te leren bedienen en terug te komen om hier onschuldige mensen te treffen, betekent jezelf buiten de wij-samenleving plaatsen. En je kunt in mijn ogen dan ook nimmer, maar dan ook nimmer, rekenen op onze mededogen. Het is weg. Je staat buiten de samenleving, jouw keuze. En je hebt alle kansen gehad om met ons die samenleving te maken. Maar als je alles bij elkaar opgeteld die keuze maakt, dan doe je niet mee in de wij-samenleving. Zo eenvoudig is het. Dat partijgenoten hardop zeggen, is gewenst. Hardop zeggen, duidelijk maken waar we de streep in het zand stellen ten opzichte van mensen die uiteindelijk mee willen bouwen aan dit land, waar ze ook geboren zijn,
waar hun meester ook uiteindelijk met hen is begonnen met een krookjespen. Iedereen doet mee, maar als je ons geweld wilt aandoen, dan doe je niet mee, dan tel je niet mee. Nou weet ik dat er over mijn standpunt in deze ook kritiek bestaat binnen mijn partij, maar het is goed dat u weet dat ik dit vind. En bij het debat over deze ontwikkelingen, partijgenoten, is de overheid in mijn ogen een bijzondere actieve actor. Geen toeschouwer. We hebben de plicht om problemen te benoemen en moeilijke discussies niet uit de weg te gaan. Niet zeggen, ik ga daar niet over. Niet zeggen, het is alleen een zaak van de samenleving. Jawel, de overheid vindt iets en dat communiceren in heldere bewoordingen is heilzaam voor heel veel mensen. Op zijn minst. Is dat richtinggevend? Ik kan het niet in mijn hoofd halen in mijn gemeenteraad in Rotterdam bij een zware kwestie die Brussel aangaat of Den Haag aangaat, het Binnenhof aangaat, om te zeggen, ik ga er niet over. Je wordt in Rotterdam uitgelachen. Je gaat er altijd over als het nodig is en je maakt altijd op zijn minst een statement waaruit blijkt wat je kleur is ten aanzien van dat onderwerp. Ook vraagstukken en ongemakken die samenhangen met integratie moeten in alle scherpte worden besproken. Precies juist ook binnen onze partij. Migratie wordt gezien als een bedreiging en is het meest besproken onderwerp in de actualiteit. Nieuwe vragen moeten worden voorzien van nieuwe antwoorden. Noem eens een voorbeeld. De mate waarin een samenleving mensen van elders kan opnemen, kun je niet van tevoren zomaar aangeven. Maar de grens, waar de grens wel ligt, moeten we in dialoog met elkaar bepalen. Want als rustig pratende mensen het gevoel hebben niet gehoord te worden, gaan ze schreeuwen. En dat is precies wat nu aan de orde is. De overheid heeft ook de plicht alert te zijn op de gevolgen van een verdeelde samenleving. Verdeeldheid staat immers voor zwakte en maakt ons kwetsbaar voor extremisten die ons al dan niet met een machinegeweer onder hun kussen nog verder uit elkaar willen drijven. En u weet, recent hebben we zo iemand in Rotterdam helaas moeten aanhouden. Als zowel oude als nieuwe Rotterdammers, als oude als nieuwe Nederlanders zich in dezelfde mate eigenaar voelen van dit prachtig mooie land, waarvan een Egyptische dichter zei dat hij door de Nederlanders zelf is gemaakt, is het land op zijn sterkst. Dat hier nog veel werk aan de winkel ligt binnen onze club en daarbuiten behoeft geen betoog. Maar één ding is zeker, van het uitsluiten van mensen, om wat voor reden dan ook, van het uitsluiten van mensen is een natie nooit beter geworden. Partijgenoten, het besturen van de stad Rotterdam is topsport. Het besturen van de stad Vlaardingen komt er dichtbij. Het besturen van het land behoort in de categorie Olympische Spelen. En onze kandidaat voor de gouden medaille, Lodewijk Asscher, hebben we inmiddels getalsmatig aangewezen. En morgen zullen we hem nog eens een keer duidelijk maken dat we hem graag als partijleider willen hebben. Een man met wie ik in 2006 in Amsterdam op een schitterende wijze de verkiezingen mocht winnen. Een betrouwbare man, scherp en intelligent. Ik vertrouw erop dat hij niet alleen het gedachtegoed van onze club in een moderne interpretatie van de sociaaldemocratie kan vormgeven, maar dat hij in staat zal zijn met leiders van andere partijen die ik hoog heb en met wie ik de afgelopen jaren fantastisch heb kunnen samenwerken, een werkbare regering zou kunnen vormen. Een regering die op zoek gaat naar antwoorden voor netelige kwesties die ons aangaan en die ons soms diep verdelen. Er staat ook dit keer veel op het spel. Het verbinden van mensen en samenwerken met andersdenkenden is pure noodzaak. Het veelkleurig Nederland heeft leiders nodig die de beschaving verdedigen en verder brengen. Een leider als Lodewijk Asscher. En bij Lodewijk weet ik zeker dat dit gedachtegoed in goede handen is. Lodewijk, makker
op mijn steun kun je rekenen. Dank u wel. Yeah.